Werkt juist in de hand dat je de drie opzetten. Daar is het helemaal, wat voor set is het helemaal heen gebouwd. Even aan mij kletsen en dan starten. Dus maar het is wel om het echt, joh. Eenmaal op het veld, dan gaat het wel gewoon hard tegen hard. Dan gaat het wel heel hard tegen hard. Dan gaan we wel voor onszelf, ja. Hey Jasper, jullie zijn dus sinds vandaag zijn jullie een hogere klasse gaan spelen. Ja. En in een andere samenstelling, toch? Ja, nou, het is zo. Vorig jaar zijn we kampioen geworden met een deel van het team. En ja, eigenlijk hadden we daar wel wat versterking bij nodig in de volgende klasse. En, ja, dat is nu dus ook, dat is ook geregeld. En, daar zijn we heel blij mee dat de jongens erbij zijn. En ja, die konden we, of kunnen we heel goed gebruiken. Dus, ja. Maar ik denk dat we wel zeker in de middenboot gaan meedraaien. Dat weet ik wel zeker. Nou, dat is heel goed. Veel succes vanmiddag. Ja, dankjewel. Ook voor de hondjes moet gezorgd worden. En jij bent de nieuwe uitbaatster. Ja, klopt. Wie ben jij dan? Want de laatste keer dat ik hier was, dat is 4 jaar geleden. Toen was het natuurlijk nog familie Slagboom met Sven. Ja, nee, we hebben per 1 maart zijn wij de nieuwe pachters, ik en mijn man. En, mijn man heeft 2 jaren in Sporthal de Sprong gewerkt. Ja, want ik was net een beetje in de war. Aan de zijkant zie ik dat autootje waar ik laatst over schreef van Swift staan. Ja. Ik denk, hè, wat doen die nou bij de tennisvereniging? Dat is onze Mario de Peugeot. Ja, Mario, ja precies. Heel blij mee zijn. En nou, nu sinds 5 weken wachten we hier de kantine. En bij de Sprong doen jullie dan niks meer? Nee, daar doen we niks meer. Oké. Okay. En we hebben het hier heel erg naar ons zin. Dat hoor je ook wel, dat is ook gezellig. Ja, je hebt een goede stem, ja. Ja, het is een hele leuke vereniging. We voelen ons hier heel erg welkom. En binnen een week voelden we ons al thuis. En dit is een groot verschil met de Sprong, want de Sprong dat is natuurlijk voor meerdere clubs een kantine en dit is echt alleen voor de tennis? Ja, dit is alleen voor de tennis, dus dan krijg je ook wel misschien wat meer band met zijn leden. Omdat je die natuurlijk een paar keer per week ziet. Dus, en gaan jullie ook nog dingen anders doen of is het gewoon eigenlijk, het is niet dat jullie opeens allemaal feesten gaan organiseren of dat soort dingen? Nou, we willen wel meer activiteiten gaan organiseren, okay. Maar ook gewoon voor de leden. We hebben de eerste week dat we hier waren, hebben we een grote jamavond gedaan. Oh, dat heb ik gezien inderdaad, ja. Ja. Heb ik in de agenda gezet. Ja. Is dit het werk van de technische commissie? Nou, eigenlijk niet, maar een mannetje van alles ook. Ja. Maar het is wel een lekkere ruime keuken. Nou, het is goed, hè? Dat toch? Ja, absoluut. Ik vind het goed aan de voeten helemaal. Ja, is dat ook, ja, ook wel groter dan bij de Sprong of niet? Nou, deze keuken. Ja, kijk eens groter. Ja, ja, ja. Alleen daar hebben jullie zeg maar in een L. Zeg maar. Ja, 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 ja. Uitgeven, dus ik ga je ook. Ja. Kom op.
Nou, weet je wat ik wel heel veel